Enkele scholen in Paramaribo waren vandaag gesloten door acties van verschillende vakbonden. De lidorganisaties bij de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, FOLS, hadden voor vanmorgen een vergadering uitgeschreven. De vakbonden protesteren tegen de verhoging van de stroomtarieven. Ook het syndicaat voor onderwijsgevenden was vandaag in vergadering bijeen. Deze organisatie wacht op de resultaten van een gesprek tussen C47, Ravaksuur en de regering die voor morgen gepland staat. De FOLS heeft besloten dat haar leden de komende 2 dagen tot 11 uur werken. De verschillende bonden aangesloten bij de vakcentrale C47 hadden op 2 en 3 mei alle leden opgeroepen thuis te blijven. President Chandrika Prasad Santokhi heeft Ravaksuur en diverse vakorganisaties voor morgen uitgenodigd. Er zal dan gesproken worden over de verhoogde stroomtarieven.